the holy scriptures, in the book of Hebrews chapter 13, they speak of Jesus Christ, the Son of God, who sacrificed his life for us. And in verse 15, they say, through him, let us always offer to God a sacrifice of praise, that is the fruit of lips which make public declaration to his name. God is love, love. God is love, love. Jah provided guidance in the Bible for all of us. We're trying to find enlightenment in life while Yah just trying to deny his likeness inside of you despite the rush that you feel at night. Mire in the sky up above, my feelings ignited like a lightning, I got struck. Ik kwam bij ons in de Koninkrijkszaal, dat is een andere naam voor een kerk bijeenkomstzaal. Hij bezocht de vergaderingen bij ons gewoon geregeld. Er was hem al eerder een bijbelstudie aangeboden, maar zonder al te veel druk te leggen hebben we af en toe is die uitnodiging herhaald van misschien moeten we eens de bijbel gaan bestuderen. Het is een denker, een grote denker, maar het kan soms eindeloos zijn. En wat ik hem eigenlijk heb willen duidelijk maken is dat misschien dat we dat af en toe eens een keer moeten laten gaan, omdat het gewoon nergens eindigt soms. En het punt is, als je dit soort dingen bespreekt, dan blijkt dat heel veel dingen die hij bedenkt, dat die eigenlijk ook, zij het in een wat diepere laag, in de Bijbel ook staan. En heel veel, de Bijbel laat ook heel veel ruimte voor grootse ideeën, ook voor kunstenaars, voor artiesten. Ja, waardoor die ook wel geprikkeld worden. Jesus Lord, give me the strength to make everybody recognize thy name. Cause I love you, Jehovah. Shine the light upon my path so I can escape the pain. Please, I beg you, Jehovah. And may your name never be spoken in vain. Keep me from going insane. Don't let these dark forces take a hold of my brain. May your soldiers remain till Babylon goes up in flames. Please, Lord. Book of Hebrews, chapter 13, verse 5. Let your manner of life be free of the love of money, while you are content with the present things. For he has said, I will by no means leave you, nor by any means forsake you, so that we may be of good courage and say, Jehovah is my helper, I will not be afraid.